Ik mag zeggen, ik ga met de mooiste doelgroep van heel Edom. Dat zijn echt prachtmensen. Het zijn mensen die, nou, het zijn echt pareltjes zijn het van onze samenleving. En het zijn eigenlijk toch vaak de mensen gewoon die jullie, die u vaak het liefst niet zien. En het zijn echt zulke mooie mensen. En in de volksmond noemen wij ze meestal een junkie of verslaafde, alcoholverslaafde. En eigenlijk hebben we daar heel veel last van. En ik ben gelukkig iemand dat ik met hun om mag gaan en dat ik met ze samen mag werken. En gewoon lekker naast ze zitten gewoon. Het zijn fantastische mensen om mee om te gaan. En ik merk hier in Ede, toen ik hier begon, dat is zo'n jaar of 5 geleden, was het gewoon echt een heel lastige groep gewoon in Ede, waar eigenlijk niemand iets meer aan kon en zo. En ik weet nog steeds niet hoe daar precies mee om moet gaan, maar wat ik wel gemerkt heb is van, hey, als wij zeggen in Ede, we hebben zoveel soorten groepen met mensen, en wij zeggen van, hey, iedereen mag op zijn manier leven en iedereen mag op zijn manier denken. We zorgen voor mooie aanleunwoningen. We zorgen voor mensen die bijvoorbeeld, wat die meneer net zei, een prachtig verhaal over autisme. We zorgen voor mensen die moeilijk hebben of mensen die, noem maar op. En al die verhalen heb ik gehoord. Maar als we dus zeggen van, hey, we moeten wat voor mensen regelen en wat zorgen voor ze, dan moeten we het ook zeker voor deze groep doen. En dat is een groep die waar ik van zie, gewoon niet alleen in Ede, maar dat zie je op heel veel plaatsen hier in Nederland eigenlijk. Dat is een groep die wij zo lastig vinden. De professionals noemen het ook altijd zo mooi. Er zijn vaak de mensen ook die uitgehulpverleniseerd zijn. Die hebben gewoon de bak van al die regeltjes. Die weten gewoon niet meer hoe dat ze daarmee om moeten gaan. Maar als we zeggen van nee, die mensen moeten wat mee doen. Dan moeten we ze ook een plaats geven. Moeten we ook een plek geven waar ze kunnen zitten. Een plek geven waar ze bij kunnen komen. En niet dat ze overal worden weggejaagd. Nou, in Ede is daar gelukkig een hele beweging in gekomen. Dat zowel de gemeente Ede, maar ook de ondersteuning van ontmoeten en verbinden, dus samen met Iriszorg en even Leger des Heils en natuurlijk niet te vergeten de Meet-In. En ik zei te gek dat we samen met elkaar gewoon op kunnen trekken, gewoon om te kijken van hey, waar kunnen we deze mannen en vrouwen een plekje geven waar ze zich veilig voelen en waar ze ook kunnen zijn wie ze zijn, zonder ze daar gelijk een oordeel of een etiketje op te plakken van hey, jij bent een junkie of jij bent een alcoholverslaafde of jij bent dit of jij bent dat. Maar dat gewoon mensen zijn gewoon die gewoon eigenlijk één ding nodig hebben. En daar is eigenlijk heel de dag al over gesproken. Ze hebben maar één ding nodig, dat is gewoon aandacht, meer niet. En ik hoop ook gewoon als jullie deze mensen weer zien op straat, dat je iets durft verder te kijken. Dat het niet alleen maar een vieze junkie is, zoals het vaak goed gezegd. Of een alcoholist die daar een beetje brallend over straat ligt te gaan. Of dat ze elkaar af en toe op de bek slaan op straat of wat dan ook. Maar dat we kunnen zien van, hé, dat zijn wel bijzondere mensen. Sterker nog, het zijn Edenaren. En zoals hij net zei, dat we de etiketjes eraf halen en dat we gaan zien dat het echt mensen zijn, mensen zoals jij en ik gewoon. Alleen wij hebben het geluk gehad dat we goed zitten. En hun is net tussen de vingers doorgeglipt. En geef ze gewoon een kans en zie ze ook gewoon eens een keertje. Je hoeft niet veel te doen voor ze, maar groet ze eens een keertje vriendelijk gewoon. En zie ze gewoon eens een keertje zitten. Het is niet zo moeilijk. Mensen zeggen vaak tegen mij, gewoon Max, jij hebt bijzonder werk. Dat is helemaal niet bijzonder. Het is gewoon met ze optrekken, gewoon naar ze kijken wie ze zijn en gewoon luisteren. Gewoon. En luisteren werd net ook gezegd, dat is een van de moeilijkste dingen die wij kunnen. En het moeilijkste voor mij is gewoon om hun mond dicht te houden. Want vaak zie ik ook aan hun wat ze echt wel nodig hebben. Dat zien we allemaal. En als ik met Arend werk, hij ziet het ook gewoon allemaal. Als ik met Catharine werk, we zien echt wel wat ze nodig hebben gewoon. Maar wat we vaak niet zien is dat ze gewoon één heel simpel ding nodig hebben, gewoon eens een keertje hand op de schouder. Of zeggen van, hier hoor, heb je een bord eten. Wees welkom. Dat is eigenlijk wat ze gewoon nodig hebben. En eigenlijk durf ik ook wel te zeggen, daar heb je elk mens gewoon nodig. Of dat je nou bejaard bent, of dat je nou hulpbehoefend bent, of wat dan ook. Weet je, het enige wat we echt werkelijk nodig hebben, is gewoon de aandacht voor de ander. En ik zet mij echt in voor deze groepen mensen. Geef ze gewoon die aandacht die ze echt nodig hebben gewoon. En zie ze niet als een stuk vuilnis, want dat betekent het woord junk. Het is geen afval, weet je wel. Het zijn echt prachtmensen die er mooi uitzien. Het zijn, als je ze leert kennen, dan zie je echt gewoon geweldige verhalen bij ze, waar je echt van staat te kijken. En ik daag jullie uit om die mensen eens een keertje op te zoeken. Fantastisch, een pleidooi voor aandacht. Dankjewel, Max.